Wild West taferelen dinsdagmorgen in Oosterhout. De politie wilde kort na 9 uur op de Weststadweg een automobilist staande houden omdat hij te hard zou hebben gereden. De man stopte aanvankelijk niet, maar gaf na een korte achtervolging alsnog gehoor aan het stopteken. Zodra de politiemensen echter waren uitgestapt, gaf de verdachte plotseling gas en reed in op een agent. Een politieman raakte lichtgewond toen hij in de hectiek waarschijnlijk een beschadigde ruit van de auto vastpakte. In een poging de man alsnog te stoppen, hebben de agenten hun dienstwapen gepakt en op de auto geschoten. Hij ging er echter vandoor, maar omdat een vrachtwagen zijn vluchtweg blokkeerde, moest de verdachte te voet verder vluchten. Na een korte achtervolging wist de agent hem alsnog in te rekenen op het erf van een boerderij. De man is in de cel gezet voor verder onderzoek.